Hey, hallo en welkom in een nieuwe video waarin ik het vandaag met jullie wil hebben over tijd. Over het feit dat tijd eigenlijk een beperking is en dat het concept tijd er eigenlijk ook voor zorgt dat het jou beperkt om een aantal zaken sneller te ontvangen. En dat is eigenlijk een les van de planeet Saturnus. En uit vorige video's ga je weten dat Saturnus op één lijn stond met Jupiter. En dus ook heel stuk dichter staat bij de aarde, waardoor dat de invloed ervan ook natuurlijk veel groter is. Nu, om een stabiel leven te creëren is nodig om sterk en stabiel te zijn in jezelf. En het vraagt om alles wat je kent eigenlijk tegen de spiegel van jouw innerlijke waarheid aan te houden. Het leven op aarde is er om ons als ziel te laten groeien, waardoor dat we dus verlies we zullen ervaren ontgoocheling, bedrog, falen. Alles hoort erbij. Want we kunnen natuurlijk niet leren over rijkdom, over welvaart, over diepe liefde, als je niet weet wat de andere kant is van diezelfde ervaring. Dus daarom is dualiteit, leren over dualiteit, eveneens ook een les. Alles in deze wereld, en ik bedoel dan ook echt ook alles, geeft een positieve en negatieve pool. Bijvoorbeeld, kruiden kunnen genezend zijn, maar kunnen ook bijvoorbeeld dodelijk zijn als je er te veel van zou innemen. En ook dat valt onder de dualiteit. Dus om te kunnen groeien naar eenheid is belangrijk om bewust te worden van die dualiteit. Omdat je dan eigenlijk kan gaan leven vanuit eenheid, keuzes kan maken vanuit eenheid, zonder dat de dualiteit je nog op een negatieve manier gaat gaan beïnvloeden. Want je weet immers dat alles ook een positieve kant heeft, wil ik zeggen. Dus kijk eens van welke negatieve ervaringen heb je gehad de afgelopen tijd. Je voelde je misschien bedrogen of in de steek gelaten of je vindt dat je gefaald hebt op een of ander vlak. Wel, adem heel diep in. Laat je buik boller worden, want dan laat je eigenlijk de spanningen die je in je buik ook vasthouden, dan laat je ook los. En blaas die laagtrillende emoties uit je systeem. Geef ze aan de aarde om te helpen transformeren. Adem opnieuw dan in en vraag dan aan de gouden straal om jou te vullen. En kijk dan nu, eenmaal dat je dat gedaan hebt, kijk dan terug op de ervaring die je gehad hebt. Welke les zat erin? Wat is het licht in die situatie? En waar kan je de eenheid in die situatie gaan zien en gaan vinden? En focus dan daarop. Want leven vanuit de hoger bewustzijn vraagt deze vaardigheid. Namelijk focussen op het grotere geheel. Focussen op welke les zit er nu in. Focussen op wat wordt er mij nu getoond. Waardoor dat je in alles wat je voelt, ga je zien dat er een les zit. Je gaat zien dat alles wat je ervaart ook gaat tonen waar dat je blokkades zitten. En hoe dat je natuurlijk ook dat weer vooruit kan. En dat kan je ook leren. Dat is helemaal niet moeilijk en dat is ook iets wat ik ook aanleer aan iedereen die met mij samenwerkt. Nu, een van de lessen die je leert wanneer je bewustzijn verruimt, is namelijk dat tijd een illusie is. Zolang je vasthoudt aan een bepaald tijdskader, dan probeer je de manifestatie van jouw wensen ook te controleren. Want het vervullen van de wens moet in dat tijdskader natuurlijk passen. Maar wat als er geen tijd is? Wat als er slechts één lange nu is? Loskomen van het tijdskader zorgt ervoor dat je wens eigenlijk elk moment in je leven kan binnenstromen. En die les heb ik geleerd en alle beperkingen rond getransformeerd toen ik bewust werd dat ik er eigenlijk van uitging dat ik dacht dat er geen nieuwe klanten of bestellingen meer zouden kunnen binnenkomen voor het einde van een nieuwe maand. Echter, toen ik dat losliet en veranderde naar ik ontvang op elk moment van de dag nieuwe aanvragen en bestellingen, zorgde ik ervoor dat ik die overtuiging kon verschuiven en dat ik eigenlijk die maand op de laatste dag van de maand nog nieuwe bestellingen had. We zijn zo gewoon geworden aan vaste dagen waarop dat geld binnenkomt, waarop dat we geld zouden kunnen ontvangen. Denk maar aan de dag waarop dat je kindergeld ontvangt, aan de dag waarop dat je een jaarspremie ontvangt, aan de dag waarop dat je jouw loon ontvangt. Maar dat is niet hoe het universum werkt. Het universum kent geen tijd zoals dat wij het indelen. Dus als je daarvan loskomt en ziet welke invloed dat op jouw leven heeft, dan geef je de ruimte aan het universum om die dingen en de zaken, geld, kansen, mensen, situaties eigenlijk naar je toe te brengen op het moment en op de manier dat eigenlijk het beste is voor jou.
En ook hier komt eigenlijk dan weer op neer op loslaten en overgave. En zo ook maar het einde van dit jaar. Waarom zou je wachten tot 1 januari om al met je nieuwe leven te gaan starten? Je kan nu al kleine zaken anders gaan doen die tegen dat we 1 januari zijn reeds een positieve impact zullen hebben op je leven. Wees wijs en gebruik de energie die je nu al tot je beschikking hebt of staat om nu de basis te leggen voor je wensen om in je leven binnen te komen. Ten slotte, de manifestaties die voor mij het gemakkelijkste in mijn leven verschenen zijn, dat waren die wensen die ik de wereld heb ingestuurd en waarbij ik onmiddellijk ook alles rond het manifesteren zelf losliet. Enkel wanneer ik voelde dat ik bepaalde actie mocht nemen, dan deed ik dat in afstemming met mijn innerlijke leiding. En zelfs waren sommige dingen eigenlijk nog niet altijd heel bewust. Sommige dingen gebeurden eerder onbewust. En pas nadien, hoe meer ik er natuurlijk mee bezig werd en begin dingen te gaan observeren, dat ik doorgaat dat het eigenlijk ook werd gestuurd. En hoe meer je dat doet, hoe meer je bewijzen zal verzamelen dat het volgen van je leiding echt wel iets opbrengt. Het brengt je misschien niet altijd wat je wenst of hoe je dacht dat het eruit zou zien, waardoor dat velen dan denken dat hun wens niet vervuld is. Maar besef en begrijp ook dat je manifestaties en wensen soms in een andere vorm kunnen komen. Of er kan misschien nog een kleine tussenstap nodig zijn. Dus gebruik de tijd om stil te zijn, om naar binnen te keren en te gaan kijken van wat gebeurt er, wanneer gebeurt er iets in mijn leven, waarom gebeurt er iets in mijn leven, wat is eigenlijk de les en de boodschap die er achter zit. En dan zal je zien dat je altijd krijgt wat je vraagt. Niet altijd op de manier waarop je het in jouw gedachten had of hoe je dacht dat het zou zijn, maar wel altijd op de manier die voor jouw hoogste goed is en die jou dan dichter brengt bij eigenlijk jouw beste leven, bij die wensen die voor je hoogste goed zijn. Dus, als dat iets is dat je ook wil gaan transformeren, als dat iets is waar je wilt rond gaan werken, mee aan de slag wil gaan, laat mij jou ondersteunen zodat je sterker wordt en beter die signalen van gidsen en universum kan begrijpen. Zodanig dat je kan leven vanuit de wijsheid die je al in je hebt, maar die eigenlijk nu nog wel ligt te slapen. Alles kan, als jij de toestemming heeft om in dat beter leven te stappen. Vandaag zelfs al, nu al zelfs. Dus waarom nog wachten tot morgen? Want voor alles is er een oplossing. Het is gewoon een kwestie van je blik te verruimen en te gaan kijken van wat wordt er mij getoond en wat is de weg die ik nu mag gaan lopen. Dat is het enige. Zo, dat was voor deze video en ik zie je dan terug in de volgende podcast of in de volgende video. Dag!